Maar in godsnaam, krijg je dan bij God terechtgekomen? Nou, het echte moment dat ik dus bij mezelf dacht, nou, dit moet iets zijn, was in de levensstroom. Tijdens de dienst vragen ze dan vaak, goh, is er nog iemand die zijn leven wil geven? En meestal aan Jezus, aan God. En dan op het podium zegt, de wil je geven, de pastoor? Ja, nou, dan legt hij dus zijn hand zo op je hoofd en dan gaat hij voor je bidden. Ja. En dat deed hij. Maar wat? Dat je aangeraakt wordt. Door wie? Door God. Die was daar in de kerk? Ja. En die heeft jou aangeraakt? Ja. Mijn hele lichaam tintelde, van zeg maar mijn tenen tot aan mijn hoofdhuid. En het voelde letterlijk alsof iemand mijn hart vastpakte en dat gewoon goed was ofzo. Het is zo moeilijk uit te leggen. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als op dat moment. Ik ben daarna verder de Bijbel gaan lezen. En ik zit echt serieus iedere zondagochtend om 10 uur in de kerk en te genieten. Ik wil ook aangeraakt worden.